Inwoners van Eindhoven, Deurne en Valkenswaard zijn nog niet erg actief met belparkeren. Tot nu toe wordt daar maar 1 tot 1,5% van de parkeeracties via de GSM afgerekend. Om te kunnen belparkeren moet de automobilist zich met de telefoon aan- en afmelden bij een landelijke provider. Het verschuldigde bedrag wordt dan naderhand verrekend. Het betalen van parkeergeld via de GSM zou volgens diverse aanbieders niet aantrekkelijk zijn, omdat er in deze gemeentes een nog relatief laag parkeertarief wordt gehanteerd.